probleem. Rugby. Hallo daar, dag mensen. Nu, ik zie jullie al denken, Maximiliaan, opende jij nu weer de vlog s'avonds? Ik weet dat vakantie is, maar stop daar eens mee. Nee, we zijn niet s'avonds, we zijn in de ochtend, het is gewoon nog donker buiten. We zijn momenteel 19:30, jullie kunnen het waarschijnlijk niet zien. Maar we moeten opstaan om 6:30, wat voor mij wel vroeg is, misschien voor u niet. Maar, wat ga ik vandaag gaan doen? Vandaag ga ik op avontuur met Sam. De trouwkijkers van de vlog, jullie gaan Sam waarschijnlijk nog kennen van ofwel de fotoshoot. Moet ik mijn broek ook uitdoen of niet? Of van het zalige kerstcadeautje dat hij heeft gekregen op kerstmis. Nu, ik sta hier op de carpool. Sam is hier binnen 10 minuutjes. En dan praten we verder. En dan komen jullie eigenlijk ook te weten waarom, nee niet waarom, hè, wat we gaan doen. Inderdaad, ik ben niet zo eenzaam. Het is zo donker. En zo, lieve mensen, zijn we geteleporteerd naar Hoei. Geen zorgen, dat is nog altijd in België. Nu, waarom zijn we hier? We gaan vandaag airsoft spelen. Zeer simpel uitgelegd. Het is een soort van paintball, maar dan met BB guns. Dus we schieten eigenlijk met kogeltjes. Zo, schiet op elkaar. Aan hoge snelheid. Doet dat zeer of niet? Dat komt toch tegen een 130, 150 km per uur tegen uw gezicht. Dus ja, dat is heel kleinzerig dat je zei. Dus. Ja, voilà, inderdaad. Maar eigenlijk is het de militaire simulatie dat we spelen. Militaire simulatie. En, heb je een, en daar ook hebben we spa. Sponsor ons, please. En heb je ook nog last minute tips voor iemand ja, dat nog nooit heeft gedaan? Als je gezicht geraakt wordt. Zo de regio tussen de navel en de knieën is ook zeer pijnlijk. En het beste is geduldig zijn. Geduldig. Veel mensen zijn... Ik heb superveel schrik. Veel mensen zijn ongeduldig en die lopen gewoon maar in het gevaar. Of bevriezen en doen niks. Maar geduldig zijn wil zeggen wachten tot als je zeker bent dat je iemand kunt raken. Wat campen dus? Nee, niet campen. Gewoon tactisch spelen. Maar het zijn hier veel Nederlanders die kamperen graag. Dus, ik heb mijn caravan niet bij. Ja, ja, zeg ook nog een keer. Wat spelen we vandaag en wie is er aanwezig van niveau? Van, We spelen verschillende soorten game modes. Dat wil zeggen, als je Call of Duty en dergelijke speelt, je zit er een gewone team deathmatch in, maar er zit tegelijkertijd ook Domination in, King of the Hill, andere soorten Capture the Flag. En we spelen single shot, wat dat wil zeggen dat hij eigenlijk een event is voor enkel voor pro's. Dus dat is ideaal. Perfect voor iemand die voor de eerste keer airsoft. Gelukkig voor Sam heeft hij ook voor mij alles voorzien, een geweer. Kijk eens aan, een geweer aan mensen. Heeft dat een naam, dat geweer? Bertha. Ik ga met Bertha spelen. Sam heeft ook een GoPro meegenomen, dus we gaan zobiet overgaan naar de GoPro beeld. Dan gaan we er een heel mooie, prachtige... erop, kom. Gaan we ook er een heel mooie aftroefje maken. Die gaan we starten in 3, 2, 1, actie! Ronde 1. Zit erop. Ik leef nog. Sam, hoe was het? Goed, hè? Heb je wel kills gehaald eigenlijk? 1 kill. Water, hoe was het bij u? Kill of, ik denk 3 of... Kill of 5-6 denk ik. Met pang bij, want ik heb niet geschoten. Dus dat wil zeggen dat ik ook zo achter de hoek gewoon kom en dan zeg ik... Pang. In de ghetto, hè. Pang, pang. Nu zijn hier ook daarnet een pyro afgestoken. Dat is dus blijkbaar zo'n bom. Maar man, mensen, dat is niet proper. Dat is, mijn oor waren serieus aan het zuizen. Ik dacht, dat gaat gewoon zo'n klein piraatje zijn. Nee. Zie je die boys daarachter mee? Die hebben ons daarnet serieus gepakt. Het was niet proper. En dan ja, gaan we nu eten. Voedsel. Even wat tactiek bespreken. En dan bereidt ons voor op ronde 2. Rugby!
mensen. Ik leef nog, ik heb me van die mooie... Hoe noemt dat? Ik heb dat ook. En wat is dat? Dat is doorlichtwonden. Doorlichtwonden. Sam is MVP van de wedstrijd. Zeker en vast niet. Zonder hem was ik echt geen zak waard. Wel goede footage. Heel goede footage, maar je hebt dat waarschijnlijk al gezien. Ah, ja, alles is eigenlijk gefilmd door Sam. Hij had een GoPro op zijn hoofd staan. Waarvoor dank. Gaan we het Instagram van Sam in de beschrijving zetten? Ah, ja, nee, je mocht mijn Instagram nog erop zetten. Like en subscribe, hè. En Event Photographers United, daar kun je ook altijd naartoe als je denkt dat je goed foto's kunt trekken. Of, wat was het nog? Videografie, hè. Ja. Hey, maar jongen, ben en als je iets moet meegaan airsoften, koopt u geweer en doe het zelf. Nee, het is niet waar, je mocht altijd meegaan. En zo gaan wij terug aan de lange rit naar huis beginnen. Het is een kleine 2 uur in totaal. Wat jij niet te zijn aan de camera? Het is goed weer vandaag. Nog? En het, nog. Het was gezellig. Voor sfeer en gezelligheid een 10. En voor het eten? Ik heb u zien eten en dat was al dat was het belangrijkste van de dag. Ik heb mijn rest. Oké. Tot de volgende keer. Mijn lippen zien er ook eens droog uit als iets. Hoppa, oké. En zo zijn we dan ook dan terug thuis van het airsoft. Jullie horen het waarschijnlijk ook aan mijn stem. Die is er niet veel beter op geworden. Ik ben eigenlijk nog zieker geworden. Nu, het airsoften zelf. Heel plezant, heel tof. Maar als je dat gaat doen, houd er wel rekening mee. Het doet meer zeer dan dat ik had verwacht, dan dat eigenlijk wel doe. Ik ben een paar keer geraakt op mijn hand, een paar keer op mijn borst. Ik kan u verzekeren, toen geen deugd, hè. Ook een speciaal bedankje nog een keer aan Sam voor te filmen. Zowel met de camera als met de GoPro. Je hebt al gezien dat die beelden, die waren... magnifiek? Nee, hè. Magnifiek, die waren prachtig goed. Dus Sam, nog een keer dank u. Ik ga zijn Instagram in de beschrijving zetten. Kijk zeker naartoe. Ik kan... zijn foto's. Niet mis. Maar de bedankjes zijn nog niet gedaan voor deze video. Nog een speciaal bedankje aan PP Blue. Nu, ik zie hier bepaalde mensen denken... Nou, ik zie hem er niet met die in de camera aan het praten. Maar ik zie hier sommige mensen al denken van... Wie the fuck is dat? PP Blue is ook een Vlaamse of een Belgische vlogger. Die maakt elke dag video's. Dat een dien en dat toe. Ik weet het niet, maar die maakt elke dag video's. Zo interessant is mijn leven niet, mensen. Ik kan dat niet. Maar hij maakt elke dag video's en heeft iets van boven de 6000 subscribers. En die man, even in zijn vorige video... plots uit niets heeft hij mij vernoemd. Gezegd, ja, kom naar mijn kanaal en subscribe. En dat is ook gebeurd. We hebben tot nu toe al een goede 20 nieuwe subscribers bij. Wel gekomen op het kanaal van Maximilian Verheyen. Ja, hopelijk vond het leuk. Vertel het aan uw vrienden. Van ja, ik ken zo'n rare gast van 22 jaar. Uiteindelijk ze maakt vlogs. Toon het keer aan hun. Misschien vindt ze het ook leuk. Maar... wel gekomen en nog een keer dank u aan PP Blue. Ik zal zijn kanaal in de beschrijving zetten. Die heeft zijn hond en die bent altijd zo te blaffen als hij bent te zingen. Dus ik zal nog een keer lachen. Maar dat is het einde van de vlog. Ik zou jullie graag bedanken voor het kijken. We zijn vandaag 14 februari, dat betekent Valentijn. Wat ga ik doen? Ik wil er niet over praten. Alleen zijn! Dankbaar voor het kijken. Duimpje naar omhoog mag altijd. Duimpje naar beneden mag ook, maar ik raad het ten strengste af. Als je een duimpje naar beneden geeft, kans zit erin dat je de komende 5 jaar nog steeds single en alleen Valentijn gaat vieren. Als je dat niet wilt, dan stel ik voor dat je een duimpje naar omhoog geeft. Subscribe kan ook altijd, dan krijg je melding van elke nieuwe video. En dan zie ik jullie in een nieuwe video terug. Ja, vaarwel! En Max? Action sequence. Die A-team, ik kom eraan. Hou je vast. Oh. En ik ben Team Blauw. Team Blauw for life. Hoppa.